Illegale Chinezen die voor 2 jaar gelegaliseerd willen worden, hoeven voorlopig niet het volledige bedrag te betalen. Deze mededeling deed president Desi Bouterse vandaag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Chinese vereniging Fachou Sung Fui. De bijeenkomst is in restaurant Ximin gehouden. Het staatshoofd geeft hiermee gehoor aan het verzoek dat geruime tijd wordt gedaan vanuit de Chinese gemeenschap. Bij de start van het legalisatieproject in september 2017 is vastgesteld dat vreemdelingen uit de regio $600 moeten betalen. Zij die elders vandaan zijn, moeten $3000 neertellen. Bouterse heeft echter voor een bepaalde periode hierin verandering gebracht. Meneer Tsang, ik wens u heel veel en AFA en de vereniging vecht voor een betere toekomst voor onze Chinese broeders en zusters hier in Suriname. We gaan een tussenweg zoeken. Er hebben mensen aan 3000 betaald. Vanaf 5000, ik klaag het ook door de 3000. Je bent een echte Chinese onderhandelaar. Maar we gaan dus voor nog maart, april, mei naar 2000. Daarna gaan we weer naar 3000. Het assembleelid Stephen Tsang is blij met de toezegging van de president. Hoewel de geste van korte duur is, vindt hij dat dit toch een positief gebaar is. Het bezwaar was in feite dat het bedrag voor de groep die uit China komt vele malen hoger is als het bedrag van de mensen uit de regio Unasur Caribisch gebied. En het was 600 tegenover 3000 en dat betekende 5 maal meer. En vandaar dat we hebben geluisterd naar de klachten van de mensen en we hebben het bij de president gebracht. En hij heeft nu een geste gedaan. Voor de komende 3 maanden wordt het verlaagd naar 2000. En daarna zal het weer naar 3000 gaan? Ja, klopt. Maar we zijn blij met alle beetjes. En het is een geste van de regering en we accepteren het van harte. Dat was assembleelid Stephen Tsang over de belofte van president Desi Bouterse aan de Chinese gemeenschap. Het staatshoofd zei vandaag dat vreemdelingen uit China de komende 3 maanden een korting krijgen wanneer ze zich legaliseren.